tweeling. Leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is voor week nummer 20. En dat is van maandag 17 mei tot en met zondag 23 mei. De kaarten schudt om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt de tweeling alsof deze week voor jou een week is waarin er wat zaken zijn die je moeilijk vindt. En je vindt het moeilijk omdat ik een beetje het gevoel heb dat je misschien wel wat te veel hooi op je vork hebt. Alsof er heel veel druk ligt en over heel veel dingen je het gevoel hebt dat het eigenlijk allemaal tegelijkertijd moet gebeuren. Probeer tweeling om voor jezelf daarin misschien een stukje te maken wat voor jou echt prioriteit heeft. Of wat voor je werk misschien wel prioriteit heeft. En ik heb het idee dat op het moment dat je het wat kleiner maakt, dan maak je het wat behapbaarder en voel je ook meer wat rust. En je kunt niet meer doen dan dat je doet. En ik heb juist het idee dat het belangrijk is dat je ook genoeg aandacht aan jezelf geeft. Dus kijk alsof je niet te veel alleen maar voor andere mensen bezig bent. Of misschien is het wel een stukje huishouden wat je moet doen. Maar kijk ook echt alsof het tijd is om even wat tijd in te plannen voor jezelf. Want ik heb juist het idee, op het moment dat je wat rust neemt, kun je daarna eigenlijk weer veel verder gaan. Op het moment dat je te gehaast gaat zijn, lijkt het eigenlijk alleen maar zwaarder te gaan voelen. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.